Welkom bij de biotechniek biocast en die gaat over paragraaf 1.5. En biotechniek betekent dat je andere organismen voor je laat werken. Dat doe je bijvoorbeeld als je in een blue stilton, een blauw schimmelkaas, gaat maken. Je voegt dan schimmels toe en de draden van die schimmels zorgen ervoor dat die blue kaas, die blauw schimmelkaas, zo'n aparte smaak krijgt. Ook als je brood bakt. Dan begin je met deeg en in dat deeg zit glucose en als je schimmels toevoegt, dan zetten die die glucose om in alcohol en dat verdampt gewoon, maar er ontstaat ook koolstofdioxide en de belletjes van de koolstofdioxide zorgen ervoor dat je mooi luchtig brood krijgt. Dit is Alexander Fleming en die deed onderzoek naar het griepvirus. En hij ontdekte iets, dat als hij dat 800 keer verdunde, dat het dan nog bacteriën doodde. Dus dat penicilline, de schimmel die hij uh, ontdekte, was heel erg sterk in het uh, doden van bacteriën. Dit is wat hij zag. Hij had een, uh, een petrischaaltje en in dat petrischaaltje groeiden die bacteriën, Staphylococcus aureus. En er was een schimmel bijgekomen en op de plek waar de schimmel, de penicilline zit... Zie je dat daar geen bacteriën groeien. En dat heeft het leven van heel veel mensen ontdekt: een antibioticum. Bacteriën kun je ook gebruiken. Hier zie je een witte kool. Als je daar een bepaalde soort bacteriën bij doet, dan krijg je zuurkool. En die kan je lang bewaren. Dit is halfvolle melk, gewone melk. En als je daar andere bacteriën bij doet, ontstaat yoghurt. Dus niet alle bacteriën zijn zo slecht. Dit is biotechniek. Maar je kunt ook met een eh, moderne biotechniek toepassen. En bij, bij moderne biotechniek ga je het DNA, het erfelijk materiaal van een organisme, veranderen. Genetische modificatie heet dat. En wat je doet, je hebt een, eh, een stukje DNA, een stukje erfelijke informatie. Je ziet het hier blauw. En dat zit. In het DNA van mensen. En het DNA zorgt ervoor dat je bepaalde eiwitten kunt maken. Daar staat de code voor dat eiwit op. Je hebt ook in het rode het DNA van een bacterie, een bacteriechromosoom. En wat je doet, is dat je dat stukje menselijk DNA wat je nodig hebt, eruit knipt en dat plak je in het DNA van de bacterie. En op dat moment gaat die bacterie. Menselijk eiwit maken. Moderne biotechniek. Dit was hem alweer: de 1.5 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.